heeft gevoerd met de moela's van de terroristische Taliban. En tijdens dat bezoek zou de diplomaat namens de Nederlandse regering hebben beloofd bereid te zijn te onderzoeken of Nederland de salarissen van zorgmedewerkers en leraren in Afghanistan kan gaan betalen. En voorzitter, dat is natuurlijk om heel veel redenen heel erg fout. We gaan toch geen terreurorganisatie direct of indirect financieel ondersteunen? Gaat die minister dadelijk ook Al-Qaeda of ISIS financieel ondersteunen? Voorzitter, hoe haalt de minister dit in zijn hoofd? We zitten in Nederland op dit moment in een hele grote zorgcrisis. Onze ziekenhuizen verkeren in een hele grote noodsituaties. Er zijn te weinig zorgmedewerkers die ook nog een keer veel te weinig verdienen. En in plaats van die nood te lenigen en ons geld te besteden aan onze eigen zorg, aan onze eigen ziekenhuizen en onze eigen zorgmedewerkers, gaan we nu de zorg in Afghanistan spekken. Is die minister helemaal gek geworden? Voorzitter, ik weet nog goed, vorig jaar toen ik een motie indiende voor extra geld voor onze eigen zorgmedewerkers, dat alle Kamerleden van de coalitie en ook de partijgenoten van deze minister van Buitenlandse Zaken keihard de zaal uitrenden omdat ze er niet over wilden stemmen. Maar nu kruipen ze voor de Taliban. Wegrennen voor onze eigen ziekenhuizen, onze eigen zorgmedewerkers, maar wel geld brengen naar de zorg voor de moela's in Afghanistan. Voorzitter, dit is ziek. Dit is echt heel erg ziek. En een grotere belediging voor onze eigen zorghelden is niet denkbaar. Dus ik zeg tegen de minister, doe dit niet. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de minister. Ja, voorzitter. Veel dank. Veel dank voor deze vraag. Al was het ook maar omdat het misschien ruimte geeft om wat dingen op te helderen en in een perspectief te zetten. Ik moet zeggen dat ik ook behoorlijk schrok van de tweet van de Taliban als een weergave van de gesprekken die een Nederlandse en een Duitse diplomaat daar hebben gevoerd. En dat stond in geen verhouding tot de werkelijkheid zoals wij die zien en ook zullen naleven. Kijk, misschien is het even goed om als achtergrond te schilderen waarom wij daar op deze manier naartoe zijn gegaan naar Kabul. 'S Ochtends heen, 's avonds weer terug naar Qatar. Dat gaat om een paar dingen. Ten eerste willen wij proberen om een veilige doorgang te krijgen voor de mensen die wij beloofd hebben uit Afghanistan te halen. De Taliban is daar de baas, dus dat kunnen wij niet zonder dat wij ook kijken wat de mogelijkheden zijn die de Taliban biedt, hoe vervelend dat ook is. Verder hebben wij steeds gezegd dat wij, en dan bedoel ik niet alleen Nederland, maar de internationale gemeenschap, er alle belang bij heeft om te zorgen dat er niet een enorme hongersnood deze winter uitbreekt, die zal leiden tot grote aantallen vluchtelingen van mensen die het land gaan verlaten. Daar hebben wij geen belang bij en dat gun je ook niemand. Overigens is het ook van belang dat wij zorgen dat Afghanistan geen uitvalsbasis wordt voor terrorisme. Ik neem aan dat we het daar allemaal over eens kunnen zijn. Ten slotte, maar dat is misschien meer een ideaal dan een gedeeld belang, is het ons wat waard om te zorgen dat alles wat er geïnvesteerd is de afgelopen 20 jaar in bijvoorbeeld het onderwijs voor meisjes, dat we dat overeind zouden kunnen houden. Wij hechten daar zeer aan en dus proberen we daar voor elkaar te krijgen wat we voor elkaar kunnen krijgen. Wij, nogmaals, de internationale gemeenschap. En dat betekent dat er gesprekken worden gevoerd met de Taliban om te kijken hoe ver we hierin kunnen komen. Dat is ook steeds gezegd dat we dat zullen proberen en dat hebben we in dit geval samen met onze Duitse partners gedaan. De Britten zijn er geweest, de Europese Unie is er geweest, er zullen er nog meer gaan. Wij hebben ook steeds gezegd, kijk, wij gaan natuurlijk niet de Taliban financieren. De heer Wilders heeft groot gelijk als hij zegt, zijn jullie helemaal gek geworden wanneer je dat doet? Nee, wij zijn niet helemaal gek geworden, dat zijn we ook niet van plan om te doen. Het enige wat wij gezegd hebben, en dat staat niet in de tweet van de Taliban, maar dat zeg ik u hier voor het geval dat misverstanden over zouden kunnen bestaan. Wij hebben toegezegd in internationaal verband met de UNDP, met de Wereldbank, te kijken of het mogelijk is om buiten de Taliban om iets te doen aan financiering op het gebied van basale basisvoorzieningen, op het gebied van gezondheidszorg en
op het gebied van onderwijs en dan primair op het gebied van onderwijs voor meisjes, om te behouden wat daar is opgebouwd. Wij zeggen niets toe. Wij willen zeker weten dat dat buiten de gevestigde Taliban-machthebbers omgaat. En wij weten ook niet of dit gaat lukken. Maar dat, en ik citeer nog maar even wat wij uw Kamer anderhalve week geleden hebben laten weten. We hebben gezegd, in internationaal verband wordt gesproken over de wenselijkheid en de mogelijkheden om met een OS-bijdrage aan de verlening van basisdiensten in onderwijssector buiten de Taliban om een instorting van deze sectoren in Afghanistan te vermijden. Dat is een poging, en ook niet meer dan dat, maar wel een poging die we buitengewoon serieus nemen. Voorzitter. Ja. De heer Wilders. Dit betekent dus gewoon dat die minister gaat onderzoeken of die Taliban indirect gaat financieren. Want meneer de minister zegt, voor u mevrouw de voorzitter, Afghanistan is de Taliban. Alles in Afghanistan is de Taliban. En ik vraag die minister dan ook ondertussen, wie vertegenwoordigt u eigenlijk nog? Wie vertegenwoordigt u? Nederlanders in ieder geval niet. U haalt niet alleen bakken met Afghanen naar Nederland om ze onze huizen, onze uitkeringen, onze zorg te krijgen, te geven. Maar nu wilt u ook nog die zorg in dat Islamitische Emiraat Afghanistan, weliswaar indirect, maar toch gaan financieren. Met Nederlands belastinggeld. Waarom doet u dat allemaal voor die Afghanen en niet voor de Nederlanders? En bovendien, mevrouw de voorzitter, heeft de Kamer een motie van mijn collega Raymond Neroon, daar zit hij, aangenomen, die zegt dat de regering de terroristische Taliban niet als legitieme vertegenwoordiger van Afghanistan mag beschouwen. En dat hij onder geen beding hulpgeld, dus ook niet indirect, hulpgeld aan ze mag verstrekken. En die plannen zijn er nu dus wel. U heeft niet alleen lak aan een motie van de Kamer, maar ook aan de Nederlandse bevolking. En dat is een schande, voorzitter. De Nederlandse zorg wordt al jarenlang zwaar verwaarloosd. Nederlandse zorgmedewerkers worden al jarenlang zwaar onderbetaald. Nederlandse ziekenhuizen worden al jarenlang financieel afgeknepen of zelfs gesloten. En Nederlandse patiënten zien nu, vandaag, deze weken, dat hun medische behandelingen opnieuw zullen worden uitgesteld. En wat moeten al die mensen thuis denken, mevrouw de voorzitter, die dit zien? Als ze horen dat het kabinet dus serieus gaat onderzoeken om indirect de zorg in Afghanistan, om daarin te investeren en niet in hun zorg. Dat kan toch niet? Dat mag toch niet? Dus nog een keer een oproep aan die minister. Hou op met die gekkigheid. Geen cent naar Afghanistan. Kies eindelijk voor Nederland. Los onze eigen problemen in de zorg op en niet van die Taliban. Geen cent daarnaartoe. Ik wil van niet uw toezegging, want als u dat niet doet, dan staat u niet voor Nederland, maar dan staat u voor de terroristen in Afghanistan. En daarvoor hebben wij geen minister van Buitenlandse Zaken nodig. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Wilders. En geef het woord weer aan de minister. Ja, voorzitter, misschien een laatste opmerking. Want het was meer een oproep dan een vraag. Ik heb mezelf er nog niet op weten te betrappen dat ik sta voor het terrorisme van de Taliban. Hiermee hoeft natuurlijk het denken ook bij mij niet op te houden, dus ik wil dat nog wel eens een keer rustig verwerken. Nogmaals, ik denk dat wij in Nederlands belang dienen wanneer wij samen met onze bondgenoten proberen om honger, vluchtelingen te voorkomen en daar iets aan te doen. En als wij dat kunnen, buiten de Taliban om, dan zou dat de moeite van het proberen waard zijn, al was het maar omdat het humanitaire leed wat zich dreigt te voltrekken daar, grote consequenties heeft. Niet alleen voor die mensen die sterven van de honger, maar ook voor de landen eromheen en uiteindelijk ook voor ons. Want uiteindelijk leidt een grote ellende in Afghanistan ook tot vluchtelingen over de wereld en dus ook in Nederland. En daar hebben wij geen belang bij. Nog maar even redeneren in de context van wat de heer Wilders aangeeft. Let op het Nederlands belang en dat zie ik. Dank u wel.